In zijn toespraak tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft president Chandrika Prasad Santokhi zijn bezorgdheid geuit over de humanitaire en veiligheidsproblemen in de Republiek Haiti. Hij benadrukte echter dat er positieve vooruitgang is geboekt dankzij de Caribische gemeenschap. Er is een roadmap voor vrije en eerlijke verkiezingen opgesteld en een overgangsregering met een duidelijk mandaat aangesteld. Santokhi beschouwde deze stappen als cruciaal voor de stabiliteit en toekomst van Haiti. We cannot leave Haiti and its people alone and behind. Haiti fatigue is not an option. We urge the international community to financially and technically support Haiti on its path forward. President Santokhi benadrukte dat Suriname zal bijdragen aan de missie met beveiligingspersoneel en zich blijft inzetten om op welke manier dan ook te helpen. We dringen aan op en roepen op tot een effectievere, gecoördineerde en samenhangende aanpak, benadrukte het staatshoofd. And the transparent sharing of information regarding the different initiatives to serve more effectively the objectives of facilitating peace, security and prosperity in Haiti and the Haitian people. De president heeft aangegeven dat niemand achtergelaten mag worden en dat dit ook betekent dat het langdurige economische embargo tegen Cuba en zijn bevolking opgeheven moet worden.